Kan ik de draairichting van mijn 230 volt elektromotor aanpassen, omdraaien? Welkom bij Indy, mijn naam is Erian, productspecialist. En vandaag gaan we het hebben over de elektromotor, of ik de draairichting kan aanpassen en hoe ik dat doe. Nou, ik zal de stekker even in het stopcontact doen. Dan zien we dat de motor, de V-snaar, rechtsom aangedreven wordt. De V-snaar draait rechtsom. Kunnen we de draairichting aanpassen? In dit geval kan dat. Check daarvoor wel even de gebruiksaanwijzing voor jouw elektromotor. Kijk even naar de omschrijving. Wat we daarvoor doen is, we draaien de bovenste kap even los. We halen de condensator even aan de kant, zodat we de kabels zien. Het mooie is, we kunnen in de kap zien hoe we de draairichting aan kunnen passen. Je ziet hier plaatjes staan. En dan gaan we even in de motor kijken hoe de plaatjes zitten. Nou, we zien nu dat deze twee plaatjes die ertussen zitten, daar zit één en daar zit één. Als we dan kijken hier naar de afbeelding in de kap, zien we dat de draairichting nu in dit geval aangeeft linksom aan. We gaan nu even die twee plaatjes omzetten en dan zullen we zien dat de draairichting veranderd is. Zo. We halen de plaatjes er even af. En draaien hem een kwartslag. We zetten de kabeltjes er weer aan. Schroeven hem weer vast. Condensatoren weer op zijn plek. En we monteren de kap. Zo. We hebben hem dichtgeschroefd. Nou, je hebt gezien, qua kabels hebben we niks anders aangesloten. We hebben alleen de plaatjes even anders neergezet. Ik steek de stekker erin en als het goed is, gaat hij niet meer die kant, maar die kant op. Missie geslaagd. En zo verander je de draairichting van een 230 volt elektromotor.